water. Lauw. Wel mijn grootste angst in hoogtes, ga ik het proberen. Woe! Wil jij daarvoor pakken? Ja. Oh, wacht hoor. Het valt op je snuit. Oh, ik moest Marcel nog bellen. Hoe laat ze komen? Oh. Ja, dat doe ik zo wel even. Kijk hoor, de boomstam. Ja. Ik ga er nu overheen. Zo, Marit. Ja, ik ga erop met hoogtevrees. Zet hem tegen die palen aan of niet? Ja, ja, jij moet erop gaan staan. Ja, ik ga het proberen, ja. Ik doe het niet meer. Ik ga erop proberen, ja. Ik heb echt zware hoogtevrees, dat weet je. Maar ik vertrouw erop dat jij hem heel goed vasthoudt. Nou. Zo staat hij te stijl, denk ik. Ja. En Jessie stond er altijd aan de onderkant op. Ja, dat ga ik ook doen. Hoe? Als jij dat... Dat ga ik zeker doen. Nou, gaan we weer een angst overwinnen. Kijk uit voor je sjaal ook, hè? Zo hoog? Top waar. Ja, het ergste is naar beneden altijd. Als mijn collega's kijken, lachen ze zich helemaal dood. Die denken aan de fabriek dat ik in Duitsland was. Ja. Die ik op een gazen trap. Durf ik niet meer naar beneden. Nee? Nee, ik durf dat niet. Ik kijk nu ook echt zo van mij. Ja, lijkt hem net vertrouwd met, met dat ding. Als de dood ben ik ervoor. Oké, nu moeten we hem over die vlag heen. Ja. Kijk, als ik nou, ik ga op dat kleine trapje staan. Ik heb ze wel lang gemaakt, hè? Ja, je hebt ze heel mooi gemaakt. Hé, hey, maar eerst, je bent ook met die over die andere niet heen. Ja? Je mist er één. Oh.
1, 2. Op. Ja. Heel stom, maar ballonnen maken het vaak wel af. We stonden net daar al naar de vlaggen te kijken. Ja. Ik ben best wel bang. Ik dacht zo, wat gebeurt hier? Oh, viel er één uit. Ja, ze moeten eigenlijk hier met meerdere mensen staan. Huh? Ze moeten hier eigenlijk met meerdere mensen staan. Ja, maar dat weet je hier. Shit, hij gaat in de knoop hier. Nee. Waar moet hij ook alweer heen? Huh? Waar wil je hem heen? Ja, weet ik niet. Wat is handig? Naar die paal of zo? Naar die? Hij gaat nog verder hoor. Denk ik. Anders wordt hij te laag, denk ik. Ja. Oh, his. Oh, ik ben doodsbang. Je had er toch beter eerst de ballon op kunnen hangen. Oh. Oeh. Nou, helaas. Pakken we wel weer op. Ik wil eerst die ballon op moeten hangen. Shit, sorry. Ja. Maar aan de andere kant weten we wel hoe hoog ze nou gaan. Hij zit in de club. We zijn er wel bijna. Kijk, weet je, want dan kan ik hem bij de volgende paal ook nog een keer omhoog binden. Ja. Wacht, zit hier deze ballon in de weg. Dat komt daar niet bij. Deze ballon is het hier zo. Oh, hij moet even deze kant op. Hé, hey, leuk man. Ja, toch? Maar is het niet leuk om die boog voor de poort te zetten? Ja, maar dat kan nu nog niet. Nee. Dat... Dan is hij morgen weg. Hé, hey, kan ik helpen? Ik moest even de gegevens van management doorsturen. Ja, deze, die moet aan het eind. Naar achter? Ja. Ja, toch maar eens? Ja, ik denk het wel, of niet? Ja. Ze zijn langer dan dat ik dacht.
Maar ik heb dat wel leuk hoor. Ik heb dat ook niet gemeten. Kijk dan, wat een sfeer gelijk. Ja, stom door een paar ballonnen. Ja, dat is echt superleuk. Oh. Ja, ik denk dat ik hem... Waarom doe je hem daarop? Zo gaat. Oh. Ja, maar ik heb er nog twee, hè, lieverd. Oh. Ik ga even gekjes maken. Ik heb mijn hele arm. Moet hij niet andersom, jongens? Want nu hebben we blauw, wit, rood. Ja, maar hier is... Kijk vanaf het podium. Kom je binnen. Maar je komt binnen en je kijkt heel de dag naar het podium toe. Ja, rood, wit, blauw is het dan toch? Nee, blauw, wit, rood is het nu. Alleen de mensen op het podium zien nu rood, wit, blauw. De mensen in het publiek zien blauw, wit, rood. Maar dan hangen we die andere twee andersom. Dat kan ook. Ja. Maar nu zijn we Frankrijk. Kan ik je vertellen. Ik vroeg het net aan... Ja, ik kijk zo. Nee, maar je moet je voorstellen, jij gaat dus naar een feest. Je kijkt heel de dag naar het podium. Dus in principe, alles wat je doet, moet die kant op. Alleen de artiesten op het podium kijken natuurlijk deze kant. Ja, maar dan doen we de middelste zo en die andere twee andersom. Oké, prima. Ja, ik kom misschien door mijn gekkigheid. Nee, of zie ik het verkeerd? Ja, ik kijk rood en blauw. Maar dat maakt niet uit. Het is, je hebt gelijk, doen we die andere andersom. Ja. Maar dan heb je dus één ballonnen ding in Frankrijk hangen, hè? Ja, maar dat is de middelste. Die andere twee doen we dan zo. Rood, ja, ik denk rood, wit, blauw. Want ik vroeg het al aan jou, ik snapte hem ook niet hoor. Oké, maar jullie zijn publiek, ik ben de artiest. Ja. Dus ik kijk zo, ik zie rood, wit, blauw. Maar jullie kijken toch naar mij heel de avond. Alles gebeurt daar. Ja, maar je kijkt ook zo kijken, rood, wit, blauw. De artiest ziet dan rood, wit, blauw. En dan doen we die andere twee andersom. Dat is leuk, juist leuk voor de contra. En we hebben nog oranje. Ja, als ik het zo zie, dan zie ik Franse vlag. Ja, ik kijk zo rood, wit, blauw. Je staat heel de avond toch zo? Ja, dan ziet toch eerst rood? Ik ga deze even omhoog, Hiss, met de trap weer. Je hebt toch een vlag zo neerzetten, dan is het toch rood, wit, blauw? Als je dan toch zo rood, wit, blauw, dan zit er rood toch vers weg. Ja, of ik ben... Of ik zie het verkeerd. Ik denk dat dit een twijfelgevalletje is. Ik weet het niet. Oké. Ja, ik weet het ook niet. Hiss, even de grote trap. Ik durf nou allemaal niks te zeggen. Wat is er? Zo even de grote trap, dat ik deze in het begin eerst omhoog doe? Ja. Wat kan ik versieren? We hebben nog oranje. Die? Moet er nog hangen worden? Alleen, we mogen niet voorbij die. Niet voorbij de ballonnenboog? Voorbij deze paal. Charlie. Voorbij waar die nu hangt. En waar willen we dit dan mee? Het was ook leuk om die rolstoelding heen. Dat zei Hiss ook, maar... Ja. We kunnen ze overal ophangen nog. Waar wil je dit heen? Deze, want dan ga ik hem daar omhoog een keer ombinden. Oké. Gaan we aan de kant, tuut? Ja. Ik heb goed, Poes? Ik sta voor het eerst van mijn leven op een trap. Ik vind het doodeng. Ja? Kijk, want dan kan ik zorgen dat kan hij een beetje... Kan deze heel even weg, alsjeblieft? Dat hij een beetje huilt, zeg maar. Dan kom ik precies uit, denk ik. Ik zit heel erg te klungelen. In mijn eentje. Oké, dus ga ik nu aan de andere kant staan. Dat maakt niet uit. Maar dit is, vind ik te schuin. Ja, sowieso. Kan ik er niet bij? Oké, wat jij wil? Ja? Jij moet op die trap staan, ik niet. Okay. Doe die sjaal af, alsjeblieft. Nou, lief vriendjes en vriendinnetjes, ik ga het weer doen. Ik hou van jullie. Woe! Als ik naar beneden donder. Je moet die trap niet naar je toe trekken. And I'm seeing the stars. Wacht even, ik ga mijn eerste foto's best ingewikkeld. Jongen, hou er wel iets hoger om er is. Ja, ik ben nog bezig, schat. Ik moet nog een treetje hoger. Jij nog twee, denk ik. Als je dat durft. En anders ga ik wel. Toch, dat doe ik even, maar... Kijk, die andere zat je ook iets hoger. Je moet nog één tree. Dat kan jij. Nog één. Please, please. Jessie! Zullen we straks ook... De DJ moet alvast daar optillen. Lijkt me helemaal
heel leuk. Ja? Nee. Kut. Oh, ik hoop zo dat mijn jasje binnenkomt nu. Dit. Ik durf die niet af. Dat ja, liever, we hebben maar één tree. Oh, sorry, het echt. Ja, ik vind het echt heel eng. Weet je toch, ik heb vette hoogtevrees en ik ga op mijn trap staan. Je hebt het Spaans benauwd, joh. Oh, oké. Okay. Echt. En nu? Waar wil je nu heen? Ja, deze toch? Ja, oké. Okay. Echt. Dat stijgt helemaal naar mijn kop toe. Oeh. Kan deze even weg, alsjeblieft? Nee. Nou, blijf maar handig. Doe het geluk. Oh. En dan heb ik geen touwtjes meer, denk ik. Hoe gaan we dat doen? Of moeten we eerst die laatste ophangen? Strakjes. Nee, bij de markt gaat dit allemaal weg. Ook die rolstoelplek. Ja, nee, neem maar voor zometeen om de marktkramen neer te zetten. En ja, die moeten daarnaast de caravan komen te staan. Daar. Wij snappen niet, die kraampjes. We moeten zometeen toch de... Oh nee, morgen pas. Ja, morgen avond pas. Miska, wat ga je in doen? Ja, we gaan hier een tros neerhangen. Zal ik hem vasthouden? Mariska, ik moet alleen heel veel naar het toilet. Mag dat? Moet je pop-up plasje doen? Nee. Jawel. Nee. Ook moet wat anders doen. Een plasje doen? Nee. Ik dacht dat die kramen al op moesten zetten. Nee, joh, schat. Alleen de bar. Wanneer? Nu nog? Ja, maar ik denk dat... Ik weet niet of de bar vanavond nog ging ruimen. Oh, dat hoefde ik niet te doen. Dat moest jij doen. Moet ik doen? Ja. Met Frenny. Sorry. Ja. Ook als mensen vanavond hier morgen moeten gaan staan. Ja, ik heb het elke keer gezegd. Maar ze zeiden nee hoor, dat blijft wel warm. Nou, het is hartstikke koud. Maar de gemeente zegt dat het warm blijft. Dus ik ga op de trap, want ik durf het ook niet. Nee, ik heb het net ook gedaan. Doodsangst uitgestaan. Ja. Je wil leuk gedaan met je ballonnen. Heb je dat vaker gedaan? Ja. Hè? Ja. Dat deed op mijn werk heel veel. Maar dan blies ik er 3000 en nu heb ik 1500. Heb je kussenschatten voor? Nee. Gewoon zelf bedacht. Gewoon proberen. Ja. En het is stom, want het kost niks. 70 euro. Helemaal klaar. Dit dan? Ja. Ja. Geld. Ja, en toen zagen vrienden van mij, ah, Mariska, kan dat goed, kinderverjaardag aan jou. Dan ging ze weer met de kom. Huppa. Zo. Oh, ze moet even wat doen, zegt ze. Oh, dan komt ze alweer.
Wat moet ze doen dan? Weet ik dan. Ze gaat iets in anders als ik dit moet doen, maar ik weet niet wat. Hè? Wat? Ze zegt dit moet ik doen, maar ik zag niet wat ze had. Oh, mijn hand doet zeer, zeg. Hiske, moet ik zo meteen nog de bar gaan inrichten? Ja, maar dat kunnen we ook morgen doen. Hoor. Dat kan ook morgen. Moet je kijken hoeveel... Ja, we hebben al heel veel gedaan. We kunnen ook morgen oppakken hoor. Dat is helemaal geen probleem. Oh, gelukkig. Want, kan... Aan de andere kant, als hier al die mensen die kraam aan het tillen zijn... dan heb je wel... Anders moet je dat morgen met z'n tweeën doen. Als en als wij dat nu met z'n negen doen, dan is het twee keer ja, lopen. Ja, laten we dat maar doen. Met z'n allen. Heb je echt wel mazzel. Dan ga ik aan de bel trekken dat we even alles bij de bar neerzetten. Oké. Okay. Ik heb er één tros van gemaakt. Hele grote, maar ik weet niet of dat goed gaat, maar als ik zo kijk. Oké, hoe wil je dat doen? Naar dingetje. Oké, dan zet ik die andere iets lager? Nee, ik denk dat je die andere iets hoger moet zetten dan die rode. Oké, dat kan wel. Iets ja, die heb ik opgehangen, dat vond ik eng. Ga maar, ik hou je vast hier ook. Ja? Ja, ook hier staat de mand. Ja, sorry. Nee, dat geeft niet. Een nieuw touwtje of niet? De... Ik vind die pose is wel mooi geworden hoor, hé? Ja, ik ben echt benieuwd als morgen Rob komt met zijn fotolijst. Voor hoeveel ga je liefst verkopen? Een tientje, dacht ik. Zo? Maar ik weet echt niet, ik moet vragen. Nee, geen tientje. Ik dacht wel dat ze groter waren. Ja. Jij niet? Ja, maar ik denk dat als ze nog groter doen, willen mensen ze niet kopen. Nee, dat is waar. Maar voor in die sportschool komen ze wel groter, toch? Dan ga ik omhoog. Ja, kom maar, we houden vast. Ja, is beter. Het is mooier. Ja? Ja. Ik hoop dat ze... Mooi, Hiske. Mooi. Hangt die goed? Doe er nog een extra knipje in. Dan hangen we die trossen gewoon een beetje langs die palen heen, ja? Aan de zijkant, is daar ook ja. Een beetje... Mooi. Klaar? Nee. En waar komt eigenlijk de bar te staan? In het midden. Midden. Oh, vet. Zal ik nu anders al wat er neerzetten? Kijk uit voor jullie afvinden. Ja, hé? Ja, dat is aan jou. We moeten alleen die bar... Echt, want het is zo klaar. Als die markkramen zetten, al die markkramen zetten we daar neer. Ja. En dan gaan we er vier voor jullie opbouwen hier. Wow. En twee, één voor de merchandise en één voor de munten. Okay. Dat is zo klaar. Oké. Okay. Zo. Kijk, we kunnen deze dingen gewoon hier aan de zijkant hangen is. Ja, toch? Ik vind het prima. In alle kleuren. Is goed. Ik luister naar jou. Hé, hey, maar waren er toch twee klompen? Nee, één. Er komt nog een koe. Ja. Die is er al, maar die moet nog opgeblazen worden. Zie je, het is stervenskoud hier, man. Hier. Ik hang hem hier gewoon lekker aan. Deze pauw wordt toch niet gebruikt. Wat wordt er met deze vlaggetjes gedaan?
Die moeten nog opgehangen worden. Oké, dan leg ik die even hier neer. Ja. Jij lekker ding. Jij kwam in mijn leven. Wauw. Jij kwam bij me staan. Jij lekker ding. Kan dat zo? Of is dat heel lelijk? Nee, dat kan wel. Toch? Ik weet niet zo goed wat ik hiervan moet. Weet je hoe ze snap? Hang ik ging over. Net even op de site kijken van Van Haren. Van Haren heb... Nee hoor, dat lijkt nergens na. Oh, ik vind het zo zonde. Wat? Nou... Ik vind dit zo mooi en dan krijg je van deze de tierenlantijnen. Kunnen die niet buiten of zo? Hè? Huh? Ik vind het zo zonde. Die ook? Ja, vind ik heel zonde als ik heel eerlijk ben. Vind je dat niet? Dan hangen we ze achteraan. Ja, in de artiestenruimte. Nee, dat vind ik ook zonde. Moet je kijken hoe gaaf dat er nu zo uitziet. Huh? Even van die lullige klossies hangen. Hij hangt Frans. Nee, hij hangt niet Frans. Hij houdt smoel. Is niet zo. Waar gaan we dan doen? Ja, weet ik veel, buiten of zo, maar ik vind het zo zonde hier. Ja, we kunnen het buiten hangen. Maar dat kan morgen pas, dat kan nu niet. Oké, dan leggen we deze hier neer. Als het vries of zon is, dan is het weg. Oké. Nou, dan ga ik al die vlaggen gaan we dan nog doen. Ja. Deze was stuk. Oh. Maken. Ja. Kun je hem aangeven? Ja, dat kan. Ja. Kinderen niet bij zo. Nee, dan gaan we. Ja, die andere hangen we allemaal bij de poort ergens. Of in de boom. Of... Een nieuwe. Die gaan niet... Of die langer erin staan. Nee. Ja, maar dit is veel te kort. Dit moet een vlaggetje af. Die zie je. Dit. God, jeetje. Oh, echt. Ik sta er bijna kikken daar. Oh. Cadeautjes zijn we ook, hè? Oh. Hier. Een stukje. Oh, nee. Dat is ook niet mooi. Zo, hier. Ja, we moeten één vlaggetje af. Ja, ja, die ballonnen die doen het echt helemaal. Dat kan niet anders zeggen. Dat is echt het mooiste van allemaal. Mooi, hè? Ja. Mooi gemaakt, hè? Mooi gemaakt. We hebben nog oranje. Ja. Woe, gaat los. Potverdikke. En nog veel meer vlaggen. Ja, we gaan ze allemaal oppakken. Ja? Allemaal. Allemaal, 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 allemaal. Allemaal, allemaal, allemaal. Massa is kassa. Ja. Oh. Oh. Zo. Yes. Maar zoveel hebben we toch niet meer, Maris? Nou, hier liggen ook nog. Wat moet nog? Hier liggen nog. Oké. Okay. Oh, kom man. Jij lekker ding. Jij kwam in mijn leven. Hey, moet je zo als rolstoeler stijl de helling op? Ja, het staat helemaal nergens op. Dat kan ook helemaal niet. Dus ik vraag me ook wel helemaal af hoe ze dat gaan doen. Ja. Dus ze hebben er ergens een rolstoelplek van gemaakt. Dat ze niet eens de juiste middelen voor hebben. Hoe gaan we ze trekken? Ik ga er hier nog één doen. Hier zo. Woep.
Of juist die kant op zo, of niet? Twee. Ja, dat kan ook. Twee is misschien wel leuk zo, of niet? Waar vanaf daar? Want daar hebben we eigenlijk ook niks. Maar dat kan niet, hè? Nou, ja, het kan nog wel, maar het probleem is hier, vanaf die camera kan het niet. Nee. Okay. Die tros. Oh, sorry. Ja, maar die gaat weg. Ja. Maar zeg maar, jij we kunnen hier nog een paar zo wegtrekken. Je kan ook nog op een andere manier ze ophangen. We kunnen ook nog hier nog eens zo tussen doen. Ja. Hoeveel hangen er nou daar? Hier moet sowieso nog één tussen. Dit is echt, hier moet ook nog één zo, toch? En nog één zo? Ja. Wil je dat? Ja. Okay. Hup. Zie je nou hoe koud het is, hè? Wat? Zie je nou hoe koud het is? Ja, het is best fris. En hebben we geen heaters, hè? Niks, hè? Nee, maar we hebben elkaar. Ja. En gewoon lekker blijven dansen, blijven lachen, blijven gieren, blijven brullen. Oké. Okay. Alleen dan weet ik niet of er nog een stuk aan moet, ja of nee. Truus. Nee, die zit er al aan. Maar dat is eigenlijk niet oké, of wel? Ja, want hij moet denk ik... Wacht, dan kunnen we beter eerst hierheen gaan, of niet? Oh, wacht, ja! Ja, er ligt een kras met allemaal kledinghangers bij die kleding van het leger zelfs. Hier? Russie? Ja. Oké. Okay. Ja, lekker te zien. Hallo? Hi. Hoi. Hoi, ja tuurlijk. Hoi. Hiske. Nikki. Hoi Nikki. We gaan ze hier zo langs, naast de caravan gaan we ze neerzetten. Oké, okay, dan weet ik dat. Johan? Nee, we moeten hem eigenlijk hier even neerzetten en dan met z'n allen even zo tillen en daar een opstelling maken. Oh, we moeten hier neerzetten en dan tillen. Kom maar. Ik zal even bellen dat iedereen komt helpen. Kijk. Yes. Oeh. Veiligheid. Ja. Ja, voor de markt. Oh. Wat voor de markt? Vol. Vergeten. Minder niet. 80 bier. Jullie alleen. Ja. Was wel. Oké, Jus. Oh, daar lekt hier iets. Wat are we? How come in the makkelijk. How are we going to do that? Ik heb zoveel flessen wijn in mijn leven in mijn handen gehad dat dit ook geen probleem is. Er lekt hier iets in het krat. Dat is niet mijn probleem. Dag. Ja, dit kunnen we hier niet laten staan. Nee, maar we zaten... Het is te denken om die hele kar daar naartoe te breien, maar dat gaat niet. Tuurlijk wel. Nou, ik denk dat je blijft hangen in het gras. Lieve schat. Maar dan pakken we toch eens zo'n plank? Oké. Okay. Zo, ja. Ik ga die... Nou, ik zou het fijn vinden. Ja. Ik denk dat de draaikant is, of niet? Ja. Als we eenmaal rijden, dan gaat het of goed of we vallen om. Ja, ik hoop het tweede. Het zou wel leuk zijn. Weet je wat we nu eigenlijk nodig hebben? De minder valide plank. Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, ik ga hem ook pakken. Ja. En dan wel bij het minste stukje zand, denk ik. En we willen door de ballonnenboog, hè? Oké. Okay. Nee.
Lukt dat, Jesse? Heb je hulp nodig? Oh, dat lukt wel. Met pijn en moeite. Jesse is zo schoon. Oh! Ik sla zo'n gat in die vloerplaat. Bijna de hele tijd. Hij is zwaar, hè? Ja? Ja. Sikke shit. Ja. Huh. Ah, kut, sorry. Nee, kan wel. Ja. Nee. Nee. Ja, duwen achterkant? Ja. Ja, nou hebben we hem. Oké. Die. Oeh. Ja, nee, maar we willen ook echt door de ballonnen boven, wat er ook gebeurt. Ja. Kijk maar eens, dit is leuk maar eens. Maar eens. Ze keek niet eens. Brennan en Dylan. Hoi, ik ben Dylan. Ik ben Dylan, hoi, aangenaam. Die met tattoos? Ik bedoel, met tattoos. Die schoenen, ik heb dus iets heel anders gekregen dan die schoenen. Wat? Nou, ik had de kleren besteld. En ik zat er van, hè, waar zijn die zwarte schoenen nou? En ik kijk precies in de doos en denk, huh? Nou, wel zo'n geruit blokken blouseje. Denk, oké, nou, prima. Maar blijkbaar zijn die schoenen gewoon niet geleverd. Nee? Dat komt echt door Milène. Maar nu is er wat anders geleverd. Ja? Een blouseje. Een blouseje. Ik denk, nou, maar ik wil alsnog die schoenen. Ja, maar waarschijnlijk dacht het bedrijf, die heeft dus even de streams gekeken. En die zag dat jij prima witte schoenen hebt als je chef in de wasmachine gooit. Nee, die hoorde Milène klagen. Oh, die lelijke schoenen, ga je die lelijke kut. Oh, echt? Ja. Dat ze het niet eerst meer durfde, denk ik. Nee. Oh, en die van Lexi zijn ook geannuleerd, hè? Ah. Dat was het geld in één keer van terug op de rekening. En ik heb eindelijk weer een horloge. Ik kan eindelijk weer kijken hoe laat het is. Dik. We hadden ook pantertroep liggen, hè, hier. Ja. Is niet mijn stijl. Ah. En de fatsoenlijke ploesjes. Oh, nee. Zijn mijn schoenen Milène trouwens wel in het kratje gedaan die voor het sanitair gebouw stond? Ja. Oké. Dus de vieze schoenen zitten niet in de schone was? Nee. Nee, oké, prima. Jouw andere schoenen staan volgens mij ook nog voor het sanitair gebouw. De andere teams. Ja. Ja, ik gooide hem in de wasmachine en toen had ik een nieuw paar. Dat is heel raar gelopen. Ja, chill, hè? Ja. Zo. Merchandise. Yes. Weg was de koe. Zal ik hem even uitzetten? Dat is wel handig bij het knopen. Dat dacht ik ook. Oh, zit de knoop. Moet ik het voor je doen? Ik heet knoopjes. Ik hou van knoopjes. Ja, ik heb vandaag genoeg knoopjes gelegd. Ik hou van knoopjes. Knoopjes zijn zo leuk. Hij moet eerst een rondje eromheen, denk ik. Denk je dat? Ja. Normaal gesproken doen ze dat wel. Ze trekken hem eerst een rondje. Nee, hoeft het niet. Zal je het zo en dan gewoon... Hij zit al... knoopje om. Hij zit erin gedingd. Ja. Als er een ding in je broek. Anders moet hij inderdaad. Maar flesje wodka erin, melken vanavond. Nee. Ja! Donnie! Meertza, Meertza. Donnie en Meertza. Donnie en Meertza. Dat zou echt een superkoppel zijn. Ja! Nooit meer naar huis koppel. We gaan nog niet naar huis. Nooit meer. We gaan nog niet naar huis. Waar is mijn huis? Ik krijg een hele pakje poel van binnen. En die andere is speciaal voor jou, Milène. Dat moet ik zonder ketamine. Voel ik bonken op mijn hart. Maar nu hoorde ik van Ger dat er ook een andere versie is. Ik krijg een heel apart gevoel van pillen. Ja. Je hebt heel veel versies. Wat? Die koe moet binnen. Ja, tuurlijk. Tuurlijk moet de koe binnen. Dat is toch leuk? Nee! Hé, hey, maar het is jongens, het is helemaal geen koe, hè? Het is een stier. Ja, precies. Hé, hey, daarboven op de berg zat een stier. Die geeft geen melk, maar een bier.
Ja, maar klopt zit het wel, hij al yes? onder? Nee, ja. Yes, dan klopt het wel, hè? Wat? Als hij bier geeft, dan klopt het. Als hij wat? Als hij bier geeft, dan klopt het. Ja. Kijk, dit is heel irritant wat jullie doen. Hé, maar mensen gaan hier wel met een dronken kop op springen, denk ik. Dus hoe laat zet hem uit? Maar hier kan hij niet blijven staan, Maris. Want hier is de merch. Ja, en een camera. Nee, die blokt te veel bij het podium. Kom maar. Nee. Hij dook naar mijn dik. Nee, nee, dat sowieso niet, maar... Maar kijk, je hebt daar toch loze ruimte, zeg maar, bij de blauwe ballonnen. Je zou hem precies in dat gat kunnen zetten, dat koppie... Wist je dat maar eens? Ja, maar dit is toch onze melkbier? Hier melk je toch bier uit? Ja. Je eigen biertje melken. Ja. Dan moet hij... Een blikje bier of een maar melkje bier? Dan moet hij dus gewoon hier staan, hè? Ja, maar heel eerlijk, kijk hoe groot hij is. Die blokt voor alles in. Ik wil graag op morgen wat iets kunnen zien. En als hij daar staat... Oh, ja. En als we hem hier zetten, aan de zijkant. Dit is een prima plek. Maar wat meer is, heb je mensen die gewoon chill hier achter willen staan. En dan zie je, dan kan je niks natuurlijk. Als je in de rij staat, dan heb je een snackwagen. Nee, maar als je hem zo in de lengte hier aan vastzet, dan valt het best mee. Wauw. Ik moet zeggen, dit is wel echt top voorziening. Ja, leuk hè. Echt heel leuk, hè? Jongens, voor een leuk feestje! Ja, ik denk dat we het meest leuk zullen hebben. Hoepa, 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 tettere! 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 We zingen hoepa, 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 tettere! We zingen la-la-la-la-la-la! En nou gaan we hossen. Wat? Prima, toch? Lekker laten staan. Het is het bier niet waard! Nou, laat hem dan niet aan die huis zitten likken, alsjeblieft. Ik ga hem aan de eikant tegenhouden. Is dit Donnie? Geil! Je hebt echt een boerderij nodig. Je moet bijna naar huis. Of veilig van de maatschappij verdwenen. Wat gebeurt er als ik hier aan ga trekken? Gaat stuk, doe maar. Mirza, sta. No. Oké, ik ga verroken en dan ga ik weer kusjes maken. Kusspelletje. Nee. Nou, lieve. Nee, kom net terug. Lieve, kom net terug. Boeit me niet. Maar... En dan zie ik het uit. Heftig, man. Dat kan niet. Nee, ik zit even te kijken. Misschien iets langs. Ho, ik geef je wel even zo'n... We kunnen ook wel zo'n ding pakken. Kijk, want hier kan ik niet op klimmen. Ja, kan wel. Maar ik ben niet nee, dat zeker. Doe je niet. Nee. Laat ik het maar zeggen, voor de veiligheid en zekerheid niet. Nou, dat ga ik niet ook niet redden. Ik kan hem ook wegzagen, de tak. Dan is het gelijk opgelost. Dat kan wel. Als iemand een zaag mag. Ja. Waar is de zaag? Ja? Geef het aan de geitjes. Ja. We zagen gewoon de tak eraf omdat dat ding er is. Ja. De beach shelter zat vast. Oh. Ik had niet verwacht dat die 8 meter was. Nee. Dat... Lekker aan. Lekker bezig. Is een goede zaak. Oh. Goeie of niet? Nee, maar we kijken hoe ver we komen. Oh, blaarsteen. Zal ik eronder gaan staan voor het effect? Hij vindt geitjes leuk, boom. Ja. Daar doen we het voor.
Ja, ik heb wel die andere zaag nodig. Het is echt te bot. Ik laat hem vallen, ja? Welke heb je nodig? Waar hashtag 1 of slof op staat. Oh, Mike of Jeffrey. Ja, ze zijn die goede zagen van de bouwmarkt. Het zijn die AC-zaagjes, ja. Meer dan leuk kunnen gewend. Ja, ze hebben het niet gezien. Maar echt, ik heb het niet gezien. Eerst, heb je gezien? Ja, ik heb het gezien. Ik zit vast, ik moet nu zagen. Of ik moet zo'n latje krijgen. Frank, kan je mij zo'n latje aangeven anders? Ga ik eerst even kijken of zonder te slopen. Ja, je hebt hem nou toch al ingezaagd. Ja, niet heel ver. Met dat stomme zaagje. Ja. Nou, kom je denk ik net niet bij, Bren. Nou. Oh, daar gaat mijn muts. Nou, dan ging mijn sexy look. Wacht. Hij zit aan een noppie vast of zo, lijkt me. Ja. Daarom. Oh, Brenner, alsjeblieft, kijk. Ik vind het zo eng. Ik ga niet meer kijken, hoor. Oh, je is heel gek omheen geslagen, hè? Ik heb hier een zaag, Bren. Eeuw. Of, dit is een zaag. Er zat geen een of slof op. Er zit gewoon een uitsteekseltje, daar zit hij aan vast. Moet ik hem aanzetten? Ja, wil je eens proberen? Waar zit ik met mijn voeten? Nou, pas op Bren, hou je vast. Ja. Niet dat het tegen je aanslaat. Nou, als die erin gaat. Ik krijg een... Ja, zet maar uit. Er zit ook echt een bouwlamp op mijn smoel, dat ik het net niet kan zien. Wat? Oh joh, ja, de boom, tak moet los. Hij is voor mij daar al gescheurd. Ah, dat maakt niet uit. Oké, ik laat deze vallen. Ja, laat me vallen. Dat ik in de winkel. Heel dat stomme zaagje. In de winkel ging je ook een bord vast. Probeer. Standaard gewoon. Elke is hetzelfde soort zaag. Elke keer ging je aan bord vast. Nu ben ik echt toe aan een glas wijn. Ja. God. Tom, ik zeg het nog en dan poef, nou. Hoppatee. Vriend, ben jij van de ladder af? Wil je van de ladder af? Mocht die tak naar beneden donderen, dat... In het begin ging het wel goed namelijk. Nou, had die ladder weggeknald. Oma, als je niet meer tegen het schaal valt. Ja, distributie weer hoor. Hij ging vast in de boom. Dit had ik mijn werk ook altijd, Milene. Zat hij altijd vast in de boord. Even kijken, wil iemand die box weghalen? Een tak. Dat was... Die luchtbox. Nee, dat komt wel goed. Als die tak knalt, dan... Ja. Nee, we hebben al alles al geprobeerd. Ik dacht al, wat duurt dat lang met Brendan? Is niks voor Brendan. Oh, we gaan die tak er ook helemaal afzagen gelijk. Nee, ik ga ik. Oh ja, je kan er niet bij natuurlijk. Bren, doe je wel voorzichtig alsjeblieft? Nee. Nee, dat dacht ik al. Nee, ja, dat is een beetje... Franny, kom maar even hier. Naar de bekende weg, hè? Niet daar. Doe je een beetje voorzichtig? Nee, ik doe niet voorzichtig. Kijk, kijk toch. Nee. Eerst kijk uit, hè? Ik ga staan. Ik denk dat we, als we nu aan het oranje trekken, dan komt hij los. Zal ik het doen? Ik zou niet aan het oranje trekken. Nee, dat zou ik niet doen. Maar... Hebben wij nog iets van een spanband of zo? Een? Spanband. Stuk touw. Ik zie er genoeg. Ja, we kunnen ook gewoon een stuk touw pakken. Ja, dan gooi ik hem overheen. Kun je hem in één keer naar beneden trekken. Ja, We hebben toch bij de kistjes touw?
Je kan gewoon verder zagen. Ja, maar het zit helemaal in de knoop. Het zit echt helemaal in de knoop. Maar je kan toch gewoon verder zagen? Nee. Het is een hele botte zaag. Van de AC. Van de AC. We hadden toch nog een goede zaag. Kom, we gaan 5 seconden te snel. Nee. Gevaarlijk. Penny, niet daar. Penny, hey. Oh, daar gaat ie. Mijn moederinstinct komt dan bij me volgen. Boren. En deze dan? Nee, die is ook niet goed. Die is ook niet goed, is ook van de AC. Niet deze in ieder geval, van de AC. Maar deze dan, die hebben we toch laatst gebruikt voor deze? Ja, die heb ik nodig. Deze? Ja. Die zeg ik al de hele tijd. Ah, daar heb ik ook eens last van. Daar heb ik ook eens last van. Oh, laat. Ik heb hier nog touw, maar er zit helemaal in de knoop. Maar ja, goed. Ik wil het proberen. Oh, dit vind ik echt eng. Waarom doe ik dit? Ja, daarom zei ik dat het juist eng is, dat is spannend. Mag ik de zaag? Kippie, ga weg! Kop eraf. Mag ik de andere zaag? Kippensoep! Die heb ik daar in de boom. Oh. Die kip. Ja, die is heel raar. Oké, let's go! Ja, Betta! Die is van de assa. Daarom koop je een zaag bij de bouwmarkt en niet bij een retail. Nee! Nou, dat is niet zo eng. Frinnie! Ja? Jij doet onder de boom. Mensen gevaarlijk aan doen? Toch leuk? Ja joh, een beetje spanning in het leven. Ja. Ah, dit gaat dik. Ja! Hier schrik ik uit. Oh, tjalle. Doei! Nou ja, wel chill. Kan. Ja. We geven die gelijk aan de geitjes. Ja. Oh, niet trekken, niet trekken. Nee? Ga ik hem eerst veilig? Oh ja, je kan erbij. Dat is chill. Brandon is oké, olé, olé. Ga ik hem nu wel afzagen? Ja. Ja. Oh. Zal ik even het oranje weghalen? Ja, haal me weg, haal me weg. Rotisch. Ik duik... Pas op! Ik duik... Kijk wat geschaar is. Ziet wel leuk uit zomaar. Leuk. Arme boom. Oké. Ja, ze zat er. Wauw. De boom ligt. Hallo. Geef je daar zo'n geiten? Oké, ik laat de zaag vallen. Ja. Oh! Koken! Brennen? Je bent een held. Dan een geitje brengen? Ja. Pak ik hem aan deze kant. Ja. Yeah. Brennen is een held. Haal de ladder nu weg. Zo, boep. Hij gaat vliegen, sowieso, want hij is een held. Hou op, Orlaan. Haal de ladder maar weg. Lucy! Ja, goed. Ik heb het voor je. Superman. Gaan we even niet doen. Hij kan toch vliegen? Ja. Nee, hou hem alsjeblieft nu op deze plek. Maar eerst als je hem nu verder wegzet, ja, laat me los. Gaat hij weer in de boom. Doppie. Ja. Oké, aan het bord ging hij vast. Op een gegeven moment was hij helemaal gerafeld. Ah, oh, hij is nummer 1. 1, ja. Hey Mike. Het is wel beter zo, die boom. Hé, hey, het verschilt niet eens, joh. Mooi. Oh, mooi. Het is hier zo schoon. Nou, geit is ook weer gelukkig. Ja. Geen... Nou, ik had al een fiets op. Chill. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen.
Oeh. Wil iedereen een krat aan?